Ik zou wel iets populairs willen zeggen als ik kan overal wonen. Ja, ik kan, maar ik ben het gelukkigst gewoon thuis in Suriname. Ik ben gewoon een ras-echte Surinamer, echt een nationalist. Ik ben uit Suriname vertrokken naar Nederland om mijn specialisatie voor orthopedisch chirurg hier voor te zetten. En we zijn samen met ons gezin hier gekomen en dat kost ons 4 jaar uit ons leven. En vervolgens hopen we terug te keren naar Suriname. We zitten er nu al ongeveer ietsje langer dan een jaar. En ik heb voor mezelf uitgetrokken dat het ongeveer ook een jaar gaat duren om een beetje te kunnen settelen hier in Nederland. En het lukt aardig wel. We hebben ook onze familie groter gemaakt. In Suriname had ik ook mijn eigen baan, een hele carrière. Ik heb 11 jaar gewerkt bij de luchtvaartmaatschappij. En ik heb alles, ik heb dat opgegeven om hier ook fysiek aanwezig te zijn, om Rizvi bij te staan, om hem te ondersteunen. Je weet waarom je komt naar Nederland. Het is je studie, het is jouw profession en het is je toekomst. En in ons geval niet alleen de toekomst van onszelf, maar ook van ons land, Suriname. Dus ik zit nu eigenlijk hier omdat één orthopeed straks met pensioen gaat. En dan moeten we het met een groep van 5 of 6 moeten we het doen. De hele bevolking voorzien van orthopedische hulp. Ik ben in Nederland geboren. Maar ik ben ook niet lang gebleven. Mijn vader deed zijn specialisatie hier, dus het is een beetje hetzelfde proces als voor mij. Elke specialist komt naar Nederland om verder te specialiseren en gaat terug. De meesten gaan terug. Dus het is een onderdeel van onze opleiding. En dat hebben alle andere orthopeden voor mij ook gedaan. Mijn handen zijn een beetje koud, dus neem me niet kwalijk. Ik kijk of er wat vocht is in de knieën en dat ik ben niet onder de indruk dat er wat vocht in de knie zit. Ja? Ik wil de stabiliteit testen, dus de binnenband ga ik testen in verschillende graden. Even kijken, span, buitenband. Voel je dat? Dat die stopt? Ja, ja. Kijk, wat er gebeurt met die kruisband, hij zit een beetje slapjes en als ik hem trek, dan gebeurt dit. Ik ben assistent operateur. En nu loop ik kniestage en moet ik knietjes zetten. Het is een soort on-the-job training. Hè? Dus je bereidt je voor een patiënt, je gaat opereren. En dan ga je proberen je aan te tonen of te bewijzen wat je allemaal hebt geleerd en wat je kan. En elke keer ga je een stapje verder met een bepaalde ingreep of met een bepaalde operatie. Ik zie heel veel specialisten terugkomen en soms riepen we dat Hollandziekte. Dat ze terugkomen en alles willen veranderen en dat lukt dan niet. Dus met deze voorkennis hoop ik dat ik niet met Hollandziekte terugkom. En dat ik me gauw kan aanpassen en mijn bijdrage kan leveren daar. Om de zorg tenminste op een bepaald niveau te houden. Hallo. Dit is mijn Suriname. Nee, dit is mijn collega die me eigenlijk nog het gevoel geeft van een beetje Suriname. Hij komt helemaal niet uit Suriname hoor. Hij is gewoon een... Hij komt uit Turkije eigenlijk. Ja. Nou, Spanje, hè, jongen. Ja, naar Spanje, ja, precies. Babakken. Dus, dit is... ik word gegroet in mijn eigen taal en dat maakt deze kamer ons thuis, dus de assistentenkamer. Ja, we hebben wel een band met Rizvi. Hij is ook buitenlands, ik ook. En per ogenblik zeg ik soms een van deze woorden, dus dan denk ik van, ik schrijf ze op, zodat ze weten van waar het komt. Ook als Rizvi straks weg is, kan ik dit nog zeg maar, als herinnering aan Rizvi zeg maar, ga ik gewoon elke keer aan andere collega's die weliswaar geen Surinaams kunnen, gewoon noemen. En dan na een paar keer verstaan, beginnen zij het ook te verstaan. Ja, tuurlijk. En als hij dan weer terug is, dan praat iedereen dan hier. Dan praat iedereen in Surinaams. Ja, prima. Tja. Dus dat is de overdracht. En het staat ook niet eens goed geschreven hoor. Een Surinaams kent geen, het hier staat U, maar U in Surinaams is U.
Dus Busani, dat is goede dingen. Spang, ja, dat willen we allemaal zijn. En City, dat is wanneer iets is geregeld. En I go is, het gaat goed. Fa, fa, waka of fa is, hoe gaat het? En Werede is, wanneer ik klaar ben met de dag, dan ben ik Werede. Ja. Ik herken wel, zeg maar, omdat hij natuurlijk uit Suriname hier is, herken ik wel een beetje zijn, want dat heeft hij, zoals iedereen waarschijnlijk heeft, aanpassingsproblemen gehad. En het is toch een ander land, andere cultuur. En zelfs ik als Turkse jongen die geboren is in Nederland, heeft dat zelfs. Dus kun je nagaan hoe, yeah, hoe jij je dan voelt, zeg maar. Het is voor ons, omdat we anders zijn, van een ander land, een andere cultuur. Dus het is toch wel tof, toch wel moeilijk om meteen in een trein die al zo snel gaat, mee te kunnen gaan. Dus het is toch wel hollen voor ons om met dit systeem mee te kunnen lopen. Ja, het is een beetje anders hier, omdat we in Suriname zijn gewend om te schrijven. Dus dan hebben we zulke lijsten, zulke mappen in Suriname. En daar staat een beetje alles in, zeg maar. Dus bloeddruk, pols, temperatuur. Dat kun je allemaal heel snel zien. Maar hier niet. Hier moet je echt klikken, kijken, terugklikken. Als je foto wil zien, moet je weer klikken, kijken, terugklikken. Dus dat is een beetje, dat kost wel wat tijd. Het fijne is dat je tijd aan tijd, zeg maar, in het systeem kan. En ook de geschiedenis van de patiënt makkelijk kan volgen. Dat gaat met papier een beetje verloren. De operatie is goed gegaan. Het is op zich niet zo'n slechte knie hoor, maar de patiënt had veel last. Ik heb er toch wel heen mee hoor. Omdat je zoveel hier werkt, dan heb je weinig tijd om te denken aan jezelf. Maar wanneer ik het moment wel heb, dan merk ik wel van, hey, dit zijn de dingen die ik mis. Met name het eten. Wat ik ook bijzonder hier vond een keertje. Het systeem was uitgevallen, het digitale systeem. En toen was het ziekenhuis eigenlijk gesloten. Iedereen ging naar huis. Want als het digitale systeem hier niet werkt, dan kunnen we niets meer doen. Ik daarentegen heb gewoon mijn poli afgemaakt, want ik had iedereen op papier voorbereid. Dus ik kon mijn patiënten zien en ik kon mijn aantekeningen maken. En later op de dag, toen het systeem weer werkte, kon ik mijn patiënten bijwerken. Dus dat is een voordeel, omdat ik gewend ben om zo te werken. Ja, je maakt wel vrienden met bepaalde patiënten. Ik vraag ze vaak wat hun hobby's zijn. En als ze beginnen over muziek, nou dan heb ik uitloop. En dan beginnen we te babbelen over muziek. Ik heb een paar leuke mensen ontmoet. Eentje die in een organisatie staat voor muziek. Eentje die Pinkpop bijvoorbeeld meteen toegevoegd aan mijn Facebooklijstje. Een andere patiënt vertelt me over vissen, waar ik beste visgerij kan vinden, waar ik forellen kan gaan vangen. En, dus ik, wanneer gedeelde hobby's zijn, dan kom ik wel los en dan zijn we vrienden. En dan vind ik het ook fijn, hè, dat de patiënt dat niet meer ziet, dat is de dokter. Maar dan zijn we vismaatjes en dan zijn we muzikanten.